Vrijdag 13 maart was er reden voor een bescheiden feestje bij de Voedselbank Nuenen. De Voedselbank heeft het certificaat Voedselveiligheid behaald, toegekend door de Landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland. Mevrouw Ellen Asset, projectleider waarborging voedselveiligheid, benadrukte in haar toespraak het belang van deze certificering. In zijn toespraak ging de heer Jaap Sala namens het bestuur van de Landelijke Vereniging Voedselveiligheid in op het grote belang van het goed omgaan met voeding, waarna wethouder Martin Jansen het certificaat overhandigde. Ik wil daar het bestuur, alle vrijwilligers en donateurs ontzettend hartelijk mee feliciteren. En dan wil ik het graag het certificaat overhandigen. Dat certificaat van voedselveiligheid, want daar gaat het dan om, dat is een erkenning van de manier waarop we werken. We, dat zijn dan de vrijwilligers die onder leiding van de coördinator zorgen dat producten juiste temperatuur, juiste datum verstrekt worden aan de mensen. En kijk, dat valt allemaal onder controle van de Voedsel- en Warenautoriteit. Dat betekent dat je dus heel goed de thermometers moet gebruiken, dat je de termijnen moet gebruiken en je aan die protocollen wil houden. De voedselbanken die worden steeds groter. Er zijn op dit moment al 159 voedselbanken in Nederland. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, dat is de overheidsinstantie, die heeft eigenlijk gezegd van, ja jongens, het is geen leuk particulier initiatief meer. Er gaat tonnen voedsel per jaar om. We moeten toch de burgers beschermen. Dus dat heeft geleid tot dit landelijk project. Er zijn 100 punten te vergeven, hè? In de score, dat is een score die de overheid heeft vastgesteld en die de houwersgroep, die dit inspectiebedrijf is hier, over heeft genomen. Er zijn 100 punten te vergeven en deze voedselbank heeft 100 punten. Dus beter kan het dus niet. Dus de complimenten is enorm naar de Voedselbank Nuenen. En wat ik daarnet in mijn verhaal ook zei, complimenten natuurlijk voor het bestuur, coördinator en de coach voedselveiligheid. Maar enorme complimenten voor de vrijwilligersgroep die hier toch iedere week belangeloos zich inzet.